Ik heb gewoon heimwee naar mijn vlogperiode. Dus let's go. Ik neem u mee vandaag. Wat heb ik al gedaan? Mails beantwoord, achter de computer gezeten. Footage van gisteren geüpload. Zoals je ziet, nog 20 gigabyte te gaan. En nu gaan we op pad. We gaan weer iets helemaal anders doen. Ik ga even ramen wassen. Ik ga naar Camera Express. Heel wat taken. Kom mee, want ik heb dit echt hard gemist. Let's go. Welcome back. Even middageten halen. Het is 12 uur. Lekkere banaantjes en een Caesar salade met kip, ei. Ziet er gezond uit. Aangekomen bij Larsen thuis. Hier ga ik even de spullen ophalen. Waarom moet dat hier ergens staan? Lars die zit momenteel in het buitenland. En dat was een klant waar hij niet meer kon geraken. Dus ik ga daar even langs om hem uit de nood te helpen. Dus ik heb hier alles proper gemaakt. De raamtekeningen zijn er weer vanaf. Was even schrobben. Maar ja, voilà. Nu is dat ook weer gedaan. Lars weer een beetje kunnen helpen. Dus iedereen blij. On to the next. Ik heb een hele hoop foto's die ik al een tijd geleden heb afgedrukt. En ik wil die ophangen vanachter in mijn bus. Dus dat gaan we doen. Foto's. En die kunnen we ophangen. Zonder dat te laten vallen natuurlijk weer. Ik heb het wel weer ondersteboven gedaan natuurlijk. Ja, ik ga ermee stoppen. Want het trekt op niks. Het hangt scheef. Duimspijkers is een slecht idee. Waarom? Omdat die te lang zijn. Hierachter zit nog een metalen plaat. En ja, die duimspijkers zijn te lang. Dus dat trekt op niks. Spijtig, een half uur weer weggegooid. Maar ja, kijk. Het hangt toch iets. Ik denk dat ik gewoon dubbelzijdige plakband moet halen. Oké, weer een les geleerd. Ski. Hup. En twee paar skis. Die heb ik vorige week onderhoudje gegeven. Dus, wat ga ik maken? Een boek. En ik heb foto's van mijn mama haar huis. Ik wou graag haar huis zien. Dus ik heb daar foto's gaan nemen. Van de buitenkant, van de binnenkant. Want die is verhuisd naar een rusthuis en die wou dat graag zien. Dat is al een hele tijd geleden. Maar ik ga nu een boekje voor haar maken. Ik denk dat ze dat leuk gaat vinden. Een soort coachingprogramma. Ik ga kijken of dat dan fit is, of ik daar iets mee kan. En of we meer structuur in mijn freelance ondernemingen kunnen geven. Meer structuur, meer omzet, groter Europees netwerk. Ik heb al gebeld met iemand die erin zit, die deze coaching ook heeft. En die is daar super positief over. Dus dat is van een call hierover. Daarna ga ik iets eten maken. Dan gaan we skiën. Let's go. Het gaat beginnen. En Andries, wat zeg je dan vandaag? Goed hè? Oh. Ski! Dus we zijn hier aan het trainen. Jump training vandaag. Gaat lekker. Even doen. Ja, man. Goedenavond. Supergoeie skisessie gehad. Zoals je hebt kunnen zien in die call. Heb ik heel misschien de allergrootste uitgave gedaan van mijn leven. Wat niet materialistisch is. Of de allergrootste investering. Het is een business coaching programma 1-op-1 van 6 maanden. Wat er dus voor gaat zorgen dat we in 2023 keihard gaan knallen. Het is wel echt een heel groot bedrag. Maar ja, fuck it, you know. Niks te verliezen, alles te winnen. Het is nu 1 uur. Nog footage aan het uploaden, dat af moet. Ik ga nu zelfs deze vlog nog uploaden. Ik geniet er enorm van om dit te kunnen doen. Ik wil voor jullie allemaal dat je kracht hebt en dat je knalt. En dat je doet wat je kunt. En dat je blij bent als je 's avonds gaat slapen.
That's it. Bye bye.